staan nu met Code Rood met ongeveer 300 mensen bij een hele hoop kolen. Er wordt alvast een waterkanon, denk ik, op ons ingezet. Dus er valt heel veel water op ons. Dit is een van de meest vervuilende, er wordt de meeste shit doorgevoerd. Super veel water dus. Gelukkig is dit ding waterdicht. Ik ga op zoek naar mijn affinity groepje. Het is natuurlijk een beetje moeilijk allemaal. Dus hier zie je dat we naar binnen gaan. Lemons! Close the gate! We zijn met bijna iedereen al door het hek heen. Er zijn nog steeds legal observers om te kijken wat we aan het doen zijn. Er is een hele vieze sloot waar we net doorheen sprongen. We hebben een van onze strozakken neergelegd, zodat je makkelijker kunt zitten. Kever! We zijn nu dus op een van de plekken waar de meeste kolen en diesel wordt doorgevoerd ter wereld. Grootste haven van Europa, grootste van de wereld. Dat houdt in dat we. Maar nu ben je er eens waar. Het houdt in dat we nu met 300 mensen zijn die. Eigenlijk voor de opwarming van de aarde nodig zijn. Verantwoordelijk houden. We hopen hier het verkeer een dag stil te zetten. Het is een beetje moeilijk. Mensen die hun affiniteitsgroepje kwijt zijn geraakt, gaan nu weer op zoek naar de mensen waar ze mee zijn. Zodat je niet in je eentje bent, maar met de mensen waarmee je hebt afgesproken te zijn. Dat je daar ook bij elkaar blijft. Mijn kevergroepje is een beetje weg. Maar er is nog een tweede enorme sloot waar we doorheen moeten. Dat wordt een beetje ongemakkelijk. Dat is de sloot. Dat is tragisch. Heel veel mensen zijn al aan de andere kant. Lennart! Ja, je ziet dat is een Lennart! Gigantische Lennart! Hier ligt. We zijn nog niet met iedereen aan de overkant, nog lang niet. Er zijn heel veel mensen ook hier. En als je bedenkt. Het is eigenlijk best wel raar als je bedenkt dat de gemeente van Amsterdam dus de binnenstad autovrij wil maken. Er gaat nu een echte verslaggever langs, die drinkt even voor, maar dat mag wel. Het is een beetje gek als je bedenkt dat de gemeente van Amsterdam dus een soort van binnenstad autovrij wil maken en meer parken aan wil leggen. Terwijl er gelijkertijd dus een soort van dit gaande is. Dus als je een gemeenteraad hebt die groen is en die ook de fossiele industrie op deze manier faciliteert, is dat best wel raar en best wel jammer. Ik ga zo over die sloot springen, dus dan doe ik hem. Misschien laat ik hem dan ook nog wel gewoon aan. Er is een loopbruggetje gemaakt, dus minder moeilijk dan je zou denken. Okay.
bereik. Wij hebben het bereikt. Dit zijn de kevertjes. De kevers zijn mijn affiniteitsgroepje. Het staat alvast. Bij de brug staan, omdat dat de plek is waar we allemaal overheen moeten. Hier zie je een van die dingen waar wij dus tegen protesteren. Ik probeer niet de werknemer te fotograferen, dat is een beetje zielig. Want ons protest is natuurlijk niet tegen mensen die werken in de fossiele industrie, maar is tegen de fossiele industrie. We zijn solidair met de havenarbeider, staat er al. Als we straks allemaal over de brug zijn, gaan we die kant op. Ontzettend veel kolen. Ik heb zelf eigenlijk nog nooit gezien hoe groot het hier is en hoeveel hier opgeslagen is. Maar dit is dus maar een heel klein deel van de gigantische haven. Hier zie je legal observers. De legal observers zijn de mensen die in de gaten houden hoe het gaat. En die, als er iets gebeurt waarvoor we opgepakt worden wat onterecht is, dan hebben zij in ieder geval alles gezien wat er gaande is. Ze zijn van Pulp, geloof ik. Zij kunnen dan in een eventuele rechtszaak dingen zeggen. Whatever. Ik ga even op zoek naar mijn groepje. Teruggevonden. Ja. Nou, de stemming zit er goed in, zoals je ziet. We zijn nog steeds aan die super vieze sloot aan het gaan. Hier hadden we een vlag. Het was niet de bedoeling dat het een anarchistische vlag was, maar het is hier zo fucking ranzig. Kijk maar, het is kolen, water of zo. Ik heb geen idee. Straks wel weer terug.